dat straatje waar ik geboren ben en waar ik iedereen ken, is net een schilderij. Dat straatje. Jaap Valkhof, accordeonist, zanger, liedjesmaker, café-uitbater. 100 jaar geleden werd hij geboren in Krooswijk. In 1992 overleed hij, maar zijn muziek leeft voort. In 4 afleveringen krijgt u een schets van het leven en van de muzikale omgeving van Valkhof. Vandaag aflevering 1. Ik zie de haven al, de lichtjes flonkeren van verre. Ze schijnen op mijn stad, mijn eigen Rotterdam. Nou, dit is dan de Marnixstraat, ja. Of dit was de Marnixstraat, waar je vader is geboren en opgegroeid. Ja, dit is natuurlijk allemaal nieuwbouw. Er staat nog een klein stukje uitbouw. Ja. Je vader is geboren in 1910. 1910, ja. 100 jaar geleden. Ja. Hier groeide die op. Als ik alle verhalen lees, dan krijg ik het idee dat het Krooswijk van destijds, van de jaren 10, 20, toen je vader opgroeide, dat veel dorpser was dan nu. Het is nu natuurlijk echt een stadswijk. Ja. Ja. Maar in die tijd, je had bijvoorbeeld nog een veemarkt hier verderop. Ja. Je had sleperswagens in de stad, hè? Ja. Paarden met wagens. Mensen stalden ook gewoon paarden hier in de buurt. Levende muziek, als mensen levende muziek wilden horen, dan waren ze denk ik toch aangewezen, ja, als hier een draaiorgel door de straat kwam, ja, of zo. Of, bijvoorbeeld. Ja. Of als er op straat muzikanten speelden of in een, ja, kroeg of zo. Ja. En een andere manier was natuurlijk het verenigingsleven. Ja. Je had in die tijd dat je enorm veel accordeonverenigingen. Ja. Wat je nu nog bijvoorbeeld in de provincie hebt, dat fanfares, ja, en harmonie, orkest, ja, en zo. Als je een instrument wilt gaan bespelen, word je daar lid van. Ja. En dan krijg je een instrument van de vereniging. Ja. Dat had je natuurlijk in dit soort volksbuurten vroeger ook met accordeonverenigingen. Ik heb altijd bij Linke Maas over gezeten. Okay. Ja, accordeon achter op de fiets. En dan zei mijn vader van, ik ben een flinke meid. Lekker zo met je accordeon achter op de fiets naar de vereniging. Je had vroeger op Katerberg natuurlijk ook heel veel cafés. Waar volgens mij café en café en accordeonist zat. Altijd, ja. Dat overal accordeon. Ja. Ja. We hadden die muziek thuis en dat draaide ik. En dat vond ik toch altijd wel leuke muziek. En ik woonde op de Maatsenesseweg. En toen heeft hij nog, zeg maar, 1,40 meter naast ons gewoond. Ja. Zag ik hem altijd sjouwen met die grote koffer en het kleine, dunne mannetje. Toen dacht je, dat wil ik ook. Maar dan kleiner. Nou, dat wist ik al ook het wel. Maar op een of andere manier is hij altijd onderhuids bij me gebleven. Tot zeg maar dat moment. En dan ben ik het weer meer gaan volgen. Maar ik hield wel altijd van die muziek. Ik heb wel eens samen met hem gespeeld, ja. Waar is hij? Op een bruiloft bij Jan Maliepaard. Oh ja. Ja. En hoe ging dat? Ja, leuk. Nam hij een accordeon van ons en dan deed hij even mee. Ja, hartstikke leuk. Jij stelt mijn hart in Scheveningen. Accordeon was in die tijd een volksinstrument. En van arbeiderskinderen, om het zo maar te noemen, als die een muziekinstrument gingen leren, dan gingen ze geen harp of viool spelen. Hè? Dus dan zei zo'n, ga maar accordeon leren. Kijk, en de meeste, nog voor mijn tijd, kochten ze een accordeonnetje. En dan zei ze tegen zo'n zoon of tegen de dochter, nou ga maar vast eens even wat proberen. Nou, en dan deden ze over één regeltje. Was meestal zondagsmorgens. Ze speelden het gewoon na. Ze hadden de hele zondagmorgen op één regeltje. En dan gingen ze na afloop aan de bar wat nemen en dan gingen ze naar huis. En de andere week kwamen ze weer voor het volgende regeltje. Ik heb de indruk dat Rotterdam accordeonstad nummer 1 was tijdens de hoogtijdagen van het accordeon. Ja.
Nou, je had alleen al 10 muziekwinkels die als hoofdartikel accordeon hadden. 10 winkels? 10 winkels. Het barsten van de accordeonvereniging in Rotterdam. Er zijn er tientallen geweest en dat ging eigenlijk tot de jaren 60 aan door. Dat begon dus rond de vorige eeuwwisseling was het heel populair. Je zag je ook optreden in Psjoor, Korthoogstraat. Je ziet het in de oorlog ook heel veel. Super populair, die accordeonverenigingen. En na de bevrijding neemt het hand over hand toe, is het echt een complete rage. Omdat dan ook het uitgaansleven veel meer in verenigingsverband plaatsvindt. En iedereen wordt dan wel lid van de accordeonverenigingen. Behalve een enorm aantal accordeonverenigingen had je heel veel solisten ook in gezelschappen. Ja. Je had de Willards, de 3 Jacksons, heel bekend, de Cavellis, de Pico's. Rotterdam is echt accordeonstad nummer 1 geweest. Absoluut, ja. Waar zou dat door komen? Nou, denk je niet dat die haven een enorme rol heeft gespeeld? Wat ik al zei, het schippersklavier, die relatie die er is met de zeevaart, de melancholie in de accordeon die je ook hoort. En ook het deinen wat je terugvindt in de melodische kant. Dat is het op en neer gaan van het schip. Het lijkt ook heel erg op het bewerken, het spelen met de accordeon. Het is misschien wel een beetje amateuristische theorie, maar het zou best kunnen. Ik zie de haven al, de lichtjes flonkeren van verre. Ze schijnen op de stad, mijn eigen Rotterdam. Het was een lange reis, 8 maanden lang van huis. Nog even varen en dan ben ik bij moeder thuis. En ben ik dan met haar alleen, dan klinkt die melodie weer zachtjes door mij heen. Dit is zo'n beetje de omgeving waarin je vader het geleerd heeft, hè? Het accordeon spelen. Ja. Accordeonvereniging Kunst en Vermaak. Ja. En hij is, hier staat hij, als klein ventje. Ja. Hij is heel jong begonnen, hè? Ja, heel jong. Ja. Ongelooflijk jong. Op 3-jarige leeftijd. Ja. Ja. En hij gold misschien nog net niet als een wonderkind, maar veel schelen deden het ook niet. Nee, maar hij... die term wonderkind, daar moest hij niks van hebben. Vond hij niet prettig. Maar hij ging bij zo'n accordeonvereniging. Mm-hmm. In eerste instantie kreeg hij les. Maar in de kortste keren gaf hij al les. Ja, ook dat nog. Ja, ja. Ja. Maar het lesgeven was hem ook niet echt op het lijf geschreven. Hij was een beetje te ongeduldig daarvoor. Ja. Ja. Hey, en hij kwam uit een toch wel tamelijk muzikaal gezin. Ja. Zijn oudste zus, Marie, speelde ook accordeon. Ja. En Jopie, zijn andere zus, ook. En zijn jongere broer Arie ook. Dus ze waren met z'n vieren die accordeon speelden thuis. Ja. En ze zijn er ook al gauw mee gaan optreden. Ze moesten daar natuurlijk wel een beetje voorzichtig mee zijn. Hè? Want je mocht vroeger echt geld verdienen als je 15 was. Dat meen ik met de hele. Ja, nou dat zijn ze maar, bepaald niet. Maar zijn ze bepaald niet, nee. Maar met z'n drie of met z'n vieren, ze hebben veel gespeeld in die tijd. Ja. Bruiloften, partijen. En dat was denk ik ook wel handig om het gezinsinkomen een beetje op te krikken. Ja. Want het was toch wel eigenlijk een vrij gewoon milieu waar ze uitkwamen. Ja. Ja. Nou ja, het was natuurlijk ook wel zo dat die accordeons die waren erg duur, hè, voor die mensen toen. Ja. Dus, er werd ook wel wat geïnvesteerd als de 4 kinderen accordeon spelen. Ja, als je niet een instrument van de vereniging hebt, maar een eigen instrument. Ja, ja. Dat is een pittige uitgave, zoiets. Dus, mijn vader en tante Marie, die hebben heel veel samen gespeeld. Ja. Ja. Toch, kijk, het hele leven van je vader is om muziek gaan draaien. Maar in eerste instantie zijn ouders hielden dat tegen. Ja. Want ja... Als muzikant, je staat misschien nog net iets boven de prostitutie, maar veel schelen doet het ook niet, nee. Toch? Nee, dat klopt, ja. Nee. De artiesten stonden niet goed bekend. Nee. Maar ja, ze wisten natuurlijk niet dat hun zoon Jaap Valkhoff was. Nee. Toch? Dat besef hadden ze niet zo heel erg. Nee. Nee. Maar ja, goed, het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan.
Hij was gewoon te muzikaal eigenlijk. Ja. Prachtig, prachtig. Dat is akkoord, ja. Ik bedoel. En het zit ook, het is het leuke van heel veel van Jaap's liedjes, daar kwam ik ook achter. Het lijkt precies ook op, het is eigenlijk het schema van Ik zie de haven al. Ja. Sinds jij bent weggegaan, ik zie de haven al. Da-di-di-di-di-du, de jeugd is flonkeren van verre. Ze schijnen op de stad, du-di-di-du. Het verlangen naar jou. Zo jazzy ook dit, hè? Ja, maar het is eigenlijk onder elkaar te leggen. Ja. Prachtig. Nachten op de wijde oceaan. Jaap was accordeonist en hij speelde fantastisch, hè? Ja, buitengewoon, ja. Natuurtalent. Wat was er bijzonder aan zijn accordeonspel? Voor mij de jazzy, hij was de eerste jazz accordeonist in Nederland, nog voor, Johnny Meyer. Die ging naar hem kijken. En het speelse en, het, en natuurlijk de harmonieën, ja, dat zijn de belangrijkste, de sterkste punten. Bijvoorbeeld dit, het gaat om één akkoord. Hoor je? Kijk, dat pakte Jaap. Dat is ook jazzy. Hoor je? Je kunt het. Dat is het verschil. Ja. Maar Valkhoff. Hoor je? Net even dat ene toontje erbij. Ja. Daar was hij heel gehaaid in. Perfect. Heel goed. Je hebt tegenwoordig nog wel mensen die accordeon spelen. En die, ja. Nou, die traditie waar je vader ook in paste voortzetten. Heb je Pierre van Dijl in Rotterdam, Arjan Bus. Nog wel andere mensen. Maar het is toch een beetje een achterhoede gevecht, denk ik. Hè? Ja. En al die verenigingen, daar gaat het ook niet goed mee. Er zijn al een hoop opgeheven. Ja. Ja. Is het accordeon een beetje een instrument van het verleden geworden? Nou ja, voor mijn gevoel niet. Nee. Ik vind het een prachtig instrument. En ja, er zijn toch wel heel erg veel goede accordeonisten, maar het is meer verspreid een beetje. Aan de andere kant moet je toch zeggen dat in veel Hollandse muziek, Nederlandstalige muziek, wordt toch nog wel een accordeon gebruikt. Dus ja. Men associeert het toch nog wel met gezelligheid, volksmuziek, ja. Iets van het verleden. U heeft gekeken naar aflevering 1 van een vierdelige serie over de Rotterdamse muzikant en liedjeschrijver Jaap Valkhoff. Begin september van dit jaar brachten allerlei artiesten op een groot podium op Katendrecht een muzikale ode aan Valkhoff. TV Rijnmond zendde die ode in twee delen uit, op oudejaarsavond en op 1 januari. We hebben natuurlijk wel meegemaakt dat hij in de huiskamer wat zat te fiedelieren. Ja. Voor ons en zijn eigen plezier ook vooral. En dan was ik iedere keer weer verbaasd wat er uit die linkerhand kwam. Zeg, grote genade, ja. Prachtige harmonie, schitterend. Hij was vooral ook gek op Amerikaanse muziek. Hè? Ja. En dat speelde hij met heel veel genoegen. En ik zou zeggen, hij is beter dan de Amerikanen zelf.